Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video en welkom op mijn kanaal. Vandaag wil ik graag een kaartje met jullie gaan maken. Het is bijna kerst en mijn kerstkaartenvoorraad is nog niet compleet. Dus ik was op Pinterest gaan kijken en toen zag ik dit leuke kaartje. Het is een kaartje wat goed kan blijven staan uit zichzelf, maar wat ook heel gemakkelijk plat in een envelop verstuurd kan worden. En het is eigenlijk heel eenvoudig en goed te doen om met restjes papier te maken. Deze keer heb ik met echt een beetje de traditionele kerstkleuren gewerkt. En vandaag ga ik samen met jullie uit het roze blok van Craft Sensations van vorig jaar en zwart kartstok dit kaartje maken. Ik leg dit even aan de kant. Kartstok hebben we twee stukken nodig. Eén stuk is 15,5 centimeter keer 15. Dus 15,5 keer 15. En het andere stuk is 20 centimeter keer 9. En dan gaan we eerst met ons snijrailbord rillen. Ik begin met het stuk van 15,5 keer 15. Even spieken of ik in beeld ben. Ja. Die moet op de 15 centimeter kant. Dus op de korte kant. Even goed kijken, want het is natuurlijk maar een klein verschil. De 15 centimeter kant tegen jouw liniaal. En daar gaan we aan twee kanten rillen op 2,5 centimeter. Bakje in de weg. Zo, 2,5 aan de ene kant. Dan draai ik hem een halve cirkel. En dan aan de andere kant ook 2,5 centimeter. Het andere stuk van 20 centimeter keer 9. Die gaan we rillen op de 20 centimeter kant. Dus die lange kant tegen jouw liniaal. En de eerste rillijn komt op 2,5 centimeter. Dan eentje op 7,5 centimeter. Eentje op 12,5 centimeter. En eentje op 17,5 centimeter. Zo hebben we hier vier rillijnen. 2,5, 7,5, 12,5 en 17,5. Hebben we aan de buitenkant twee vakken van 2,5 centimeter. En drie vakken in het midden van 5 centimeter. En deze gaan we op de korte kant, dus op de 9 centimeter kant, doormidden snijden. Dus op 4,5 centimeter snijden we deze doormidden. Dan kan deze aan de kant. We gaan die rillijnen natuurlijk vouwen. Deze naar binnen. En van die flappen ook allemaal dezelfde kant op. En dan gaan we om te beginnen eerst de binnenkant van de kaart beplakken. Want daar hebben we dan wat meer ruimte voor. Ik heb als eerste een stuk van 15 keer 9 centimeter designpapier gesneden. En twee stukjes van 2 keer 15 centimeter. Die we hier zo aan de binnenkant gaan opplakken. Overal zit een klein randje van het zwart hier nog omheen. Zo, op deze manier. En nou had ik voor de kaarten die ik als voorbeeld had, had ik nog hele mooie kaarten van Studio Light. Maar die heb ik in deze stijl met roze en zwart heb ik niet. Dus daar wilde ik eigenlijk heel graag zelf een kaartje van maken. Dus ik heb wat plaatjes uit zo'n Deco Time. Die komt uit dit luxe paperblok. Wat plaatjes uitgezocht. En daar ga ik dan op een kaartje van, hoe groot had ik die ook alweer gemaakt? Volgens mij 7,5, ja, keer 10,5. En daar wilde ik dan leuk deze plaatjes op plakken. Zodat je eigenlijk een zelfgemaakt plaatje hebt op die achterkant. Die je dan zo
door die laagjes heen kunt zien. Ik had twee diertjes en wat boompjes. En een leuk huisje. Dus ik denk dat ik het ongeveer op deze manier op wil gaan plakken. Dat de dieren hier op de achtergrond in de verte staan. En het huis op de voorgrond. Misschien nog zo'n leuk boompje daarachter. En hier de andere twee boompjes. Zoiets had ik bedacht. Dat is wel geinig, toch? Ja, zo ga ik het doen. Je kunt er ook voor kiezen om dit met verhoginkjes. Met, hoe heet dat? Ik kom even niet op het woord. Foamtape, dat wilde ik zeggen. Op te plakken. Maar ik ga voor de platte variant deze keer. Gewoon leuk in laagjes het op te plakken. Zo, dan heb je met die leuke plaatjes, heb je toch heel snel een leuk achtergrondje. Iets waar je dan wat je kunt zien hier doorheen. En die ga ik hier zo in het midden opplakken. Dus ongeveer boven en onder evenveel ruimte. En aan de zijkant is dat ongeveer een centimeter. Zo, en dan hebben we hier die twee stroken. Het is ook makkelijker om die eerst te beplakken, tenminste voor een gedeelte. En daarvoor heb ik 6 stukjes van 4 centimeter hoog bij, even nadenken, 4,5 centimeter breed. Dus 4 hoog, 4,5 breed en dan 6 keer. En die komen dan in die vakjes van 4,5 bij 5. Er zit nog van dat rubber aan van de pagina's die aan elkaar zaten. Dit was het bovenste randje klaarblijkelijk. Zo. En wat we nu gaan doen, is deze twee flapjes van 1,5 centimeter aan die flapjes aan de buitenkant opplakken. Precies, ja, gelijk zeg maar. Dus hier steekt het, sluit het mooi aan. Dan aan beide kanten, onder en boven. Dus ik doe wat lijm aan de binnenkant van deze strookjes. Dus op de 2,5 centimeter gedeelte. En die plak ik hier achter. Gelijk met de bovenrand aan de bovenste uiteraard. Ik vouw hem wel om, dus zorg dat je hem wel nog om kan vouwen. Zodat je niet op je rillijn plakt, want dan kan die niet meer omgevouwen worden. En aan de andere kant ook. En dat doe ik bij de onderste ook. Dus weer op de 2,5 centimeter flapjes je lijn. En die plakken we dan aan de achterkant gelijk met de onderste kant. En weer opletten dat je nog goed kunt omvouwen. Op deze manier. Kijk, en dan zie je leuk er doorheen je net zelf gemaakte kaartje, je zelf
beplakte afbeelding. En dan hebben we hier alleen twee stukjes. Die zijn niet zo heel vrij om te zien. Oh, ik ben toch verschoven hier. Even opnieuw. En die werken we af met weer twee stukjes designpapier van 2 keer 15 centimeter. En wat ik nu vergeten ben, maar dat ga ik straks nog wel even buiten beeld doen, is dat ik bij deze op de achterkant ook nog een wit stuk heb geplakt waarop je kan schrijven. Dat kan natuurlijk op dat bruine kartstok ook wel, maar dat vond ik wel mooi. En hier is het wel fijn of je moet met witte pen mooi kunnen schrijven. Dat kan ook, maar anders zou je hier nog een stukje van 9,5 keer 15 ook op kunnen plakken van wit papier. Nou, en dan zou je met deze kaart nog van allerlei kanten op kunnen. Je zou bijvoorbeeld hier ook iets met een touwtje aan kunnen hangen. Dat je hier aan de achterkant plakt wat hier zo kan bengelen bijvoorbeeld. Nou, wat ik gedaan had, was de boven- en de onderkant nog versieren. Dus ik heb ook voor dit kaartje nog een leuke tekst voor midden erop te plakken. En dan zorg ik er natuurlijk voor dat waar die uitsteekt het niet op die zijpanelen geplakt wordt. Want anders kan die niet meer mooi open. En dan had ik wat strikjes. Even kijken of ik nog een leuk kleurtje heb wat erbij past. Zwart zou kunnen, wit. Ik denk een witte. Dan wordt het zo heel roze. Ik vind het wel leuk een klein beetje nog af te wisselen. Dus dat wil ik hier nog een wit strikje onder plakken. En zo, en dan had ik hier een leuk gingerbread kerstmannetje. Misschien nog iets met de rietjes zou ook kunnen. Wordt hij natuurlijk wel wat dikker, maar hij blijft wel. Ik denk dat ik dat wel grappig vind. Dan plak ik de rietjes aan elkaar met een beetje versprongen. En die wil ik dan hier zo schuin voor opdoen. Dat gingerbread poppetje erop. Ik moet dat straks nog wel even lekker drogen natuurlijk. Oh wacht, ik moet wel zorgen, anders kan hij natuurlijk niet staan, dat hij niet aan de onderkant uitsteekt. Dus dat het niet deze rand voorbij gaat, want anders kan hij niet blijven staan. Dan duwt hij zichzelf natuurlijk om. Dat zou jammer zijn. Is toch een geinig kaartje geworden. Zo. Ja, ik heb hem goed geplakt. Moet even goed drogen. Maar zo heb je dus eigenlijk heel eenvoudig net even iets meer dan een plat kaartje. En lekker je restjes ook weer weggewerkt. Ik vind hem leuk. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. En de ontvanger natuurlijk ook. Heel veel plezier als je er ook mee aan de slag gaat. Ik zou het natuurlijk weer reuze leuk vinden om hem te zien. Laat me weten in de reacties wat je ervan vindt. En ben je nog geen abonnee? Druk op die abonneerknop. Dank je wel alvast. En tot de volgende keer. Doei doei!